Als ik dan het stadion zie, helemaal vol. Die sfeer die er heerst. Ja, het is, dat zal altijd bijblijven. Zeg maar. Het zal altijd het toernooi zijn wat ik niet gespeeld heb. Zeg maar. Dat besef groeit nu eigenlijk met iedere wedstrijd nog meer. De Voogd won in 2012 nog met oranje zilver op de Olympische Spelen. De Voogd maar zelf. Ver, laat hem los. Maar nu het WK in eigen land is, is hij er niet bij. Na een korte vakantie kwam De Voogd deze week terug in Helmond. Ik wist eigenlijk van tevoren niet of ik het wel wilde gaan kijken of niet. Ja, je bent natuurlijk zwaar teleurgesteld. Zelf wil je daar heel graag op het veld staan. Maar nou, het is niet zo dat ik afgunst heb of wat dan ook. Nee, ik kijk gewoon wel met plezier en ik probeer gewoon te genieten van mooi hockey. De Voogd had zijn agenda deze maand volledig vrijgepland voor het WK hockey. Ja, ik heb heel veel tijd over. Ik doe heel veel leuke dingen met vrienden om gewoon mijn zin te verzetten eigenlijk. En ook weer wat tijd extra voor de studie. Dus ik heb morgen heb ik een tentamen. Dus ik moet even aan de bak. Voor welk vak? Psychologie. Dus een keer iets anders, maar ja. En je gedachten kun je er wel bij houden? Nou ja, het is wel moeilijk. Ik had gisteren mijn moeder aan de leiding. Ik zei ook van ja, weet je, ik zit eigenlijk toch een beetje half steeds aan het hockey te denken en aan andere dingen. En ik kan me niet echt zo te zetten, maar het is wel belangrijk, weet je. En ik probeer het goed te doen. Dus niet meer hoop op die 5,5? Nee, ik ga altijd voor een hoger punt. En dat kan het alleen maar meevallen natuurlijk.